Onderzoeks- en adviesbureau Gartner wint er geen doekjes om. Organisaties die gebruik maken van composable commerce, die gaan hun concurrenten in de toekomst met 80% overtreffen in groei. Maar wat is composable commerce? En wat zijn de voor- en de nadelen? En waarom worstelen we zo met de transitie naar composable commerce? In dit webinar geven we de antwoord op deze vragen en nog een paar andere. Mijn naam is Bouke Vlierhuis en je kijkt naar het webinar Composable Commerce, de nieuwe standaard in e-commerce. Welkom en leuk dat je kijkt. Om ons te vertellen waarom Composable Commerce dan de nieuwe standaard is, hebben we hier Casper Hartold, CEO van Alumio. Welkom. Dankjewel. En Pim van der Linden, Business Developer bij Enrise. En welkom terug, vaste gast in onze studio. Zeker, dankjewel. Casper, jij bent nieuw, dus je mag ons eerst even vertellen wie je bent en wat Alumio precies doet. Yes, dankjewel dat ik hier vandaag mag deelnemen. Mijn naam is Casper, ik ben CEO van Alumio. Alumio is een integratieplatform, of ook wel bekend onder de term koppelplatform. Met ons platform in de cloud, in je webbrowser, kun je connecties leggen tussen platformen binnen jouw bedrijf. Tussen jouw systemen, jouw CRM-systemen, ERP-systemen, e-commerce-systemen. Maar ook databronnen en automaties configureren, zodat jouw bedrijf productiever wordt. Ja, dus je zet eigenlijk de stap van het grote het ene e-commerce platform naar een samenstelling van allerlei kleine losse applicatietjes, functionaliteiten, die koppel je aan elkaar. Ja, klopt. Maar je gaat ook anders denken over e-commerce. Want je gaat meer meebewegen met de klantreis, omdat je flexibeler wordt. Het is een trend die eigenlijk al een jaartje of zes onderweg is, waarin in de eerste instantie er een commerce pakket was met een ERP-systeem gekoppeld. De behoeftes van bedrijven veranderen en die nemen toe, waarbij er steeds meer best-of-breed software nodig is om bepaalde invulling te geven aan de ambities. Denk aan een product informatie management software, CRM software, marketing automation en ga zo maar door. En daardoor de behoefte in die verschillende integraties ook toeneemt. Dan is het de flexibiliteit die nodig is om niet invloed te geven op de ambitie van nu, maar juist ook op de ambitie van de toekomst. Ja, en de wilde plannen waar marketing mee komt en de eisen van je gebruikers en de dingen die je concurrent bedacht heeft. Ja, je moet meebewegen met de markt. En het liefste wil je niet iedere keer de hele machine weer opnieuw gaan bouwen. Nee, dat klinkt inderdaad als iets wat je niet wil. Hey, en Pim, ik ken jou als iemand die dan net iets meer vanuit de technologie ook ernaar kijkt. Ja. Omdat jij natuurlijk hier degene bent die klantwensen legt naast wat we daadwerkelijk kunnen maken. Ja. En wat je natuurlijk van iedereen hoort is, wij willen onze data bevrijden. We willen meer doen met onze data. We willen meer vrijheid om te innoveren. Hoe kijk jij tegen de ontwikkeling naar composable aan? Ja, ik zie Composable Commerce als echt een hele goede ontwikkeling. Iets wat wij al best wel een tijdje deden vanuit de techniek. Dat heette microservices, dat deden we in 2016 al. Daarin knipt je eigenlijk grote applicaties op in kleine onderdelen. Omdat je erachter kwam dat het gewoon een grote, logge, monolithische applicatie, dat het gewoon niet werkt. Je bent aan het zoeken naar waar je iets moet aanpassen. Je bouwt elke keer iets nieuws erbij, waardoor het eigenlijk steeds groter en groter en minder goed beheersbaar wordt. En wat je ziet nu is dat die microservices eigenlijk de basis is, of in ieder geval de technische as is van Composable Commerce. En wat erbij komt vanuit Composable is de klantreis en de business. Dus eigenlijk alles samen is gewoon een hele goede combinatie van het beste van alle werelden. Dus iedereen is blij. Nou, dankjewel. Dat is een leuk webinar. Dankjewel voor het kijken. Iedereen blij. Je zei twee dingen. Je had het over monolith en je had het over microservices. Dat zijn twee begrippen die we straks nog even gaan uitpakken. Ja. Maar eerst wil ik even uitzoomen. Want we hebben het eigenlijk over de nieuwe standaard in e-commerce. De toekomst van e-commerce, waar we heen gaan. Maar de eerste vraag is er nog wel zoiets als e-commerce? Of is alles zo digitaal dat het gewoon commerce moet heten nu? Ja, dat is een interessante vraag. En voor mij is het namelijk commerce in zijn totaliteit.
Ik heb het ook heel lang digital commerce genoemd. Maar als je uitzoomt is eigenlijk alles digitaal tegenwoordig als het gaat om commerce. Er is nog contant geld natuurlijk, maar de meeste transacties gebeuren digitaal. Voor mij is e-commerce of ja, commerce is alles rondom de ervaring van een klant die iets koopt. En dat is op ieder kanaal, offline, online en dat volledig geïntegreerd in je business. Jullie hebben het ook zelf bij Alumio over shaping automated commerce. Dus het automatiseren speelt daar ook een belangrijke rol in. En één ding wat je ook nu ziet, is dat je bijvoorbeeld dingen gaat hergebruiken. Dus vroeger had je gewoon een checkout of een betaalmodule op je website. Maar nu heb je een betaalmodule en die vervult allerlei functies in je proces. Ja, nou, kijk, je hebt een betaalmodule op je website, maar je hebt mogelijk ook een kassasysteem. En je hebt mogelijk ook nog een losse betaalmodule waarop iemand op een event kan betalen bijvoorbeeld. En eigenlijk is het in de basis natuurlijk allemaal hetzelfde. Er zitten natuurlijk heel veel patronen die we tegenkomen die hetzelfde zijn. En wat ik het mooie vind met Composable, het stelt de bedrijven in staat om te investeren in een bepaalde doeleinde, een bepaalde functie wat invulling geeft op een eindgebruiker ervaring en een business kant heeft. En die daar dus voor ingezet kan worden. En wij zien het al bij onze klanten gebeuren dat een e-commerce pakket de merchandising verkocht online, maar dat er daarnaast nog ticketing werd verkocht. Ja, en dat er eigenlijk Composable Commerce wordt ingezet om die twee ervaringen naar één ervaring, één component te brengen. Nou ja, en dat is wat mij betreft een heel mooie uitleg van dat stukje rondom Composable Commerce. Ja, en Pim, dat betekent dus ook dat we anders naar IT gaan kijken. Zijn er ook nog verschillen voor jouw gevoel in business-to-consumer toepassingen, zoals met merchandising, ticketing en e-commerce of commerce in de business-to-business markt? Nou, ik denk dat het wel een enorme wereld heeft geopend voor B2B, maar ook voor D2C, wat je ziet. Hè? Dus direct-to-consumer nu. Dus dat je vanuit een fabrikant zelfs nu ook kan gaan verkopen online. En dat is natuurlijk wel een hele mooie kans die je als fabrikant kan nemen. Helemaal met de wereld nu van marketplaces. Je kan gewoon via de marketplaces kun je eigenlijk gewoon jouw producten direct verkopen. En dan hoef je niet eens een webshop te hebben. Ja, op een gegeven moment denk ik, kom je erachter dat misschien de marketplaces niet meer interessant zijn. Ja, dan moet je een stap maken naar een e-commerce platform. Ja, dan word je in één keer een retailer. Dus dan word je van fabrikant word je een retailer. Ja, hoe ga je dat doen? En dan zit je meteen ook opgeschreven met twee kanalen al. Precies. En alle keuzes die je moet gaan maken voor de online omgeving. Dus wat ga je dan doen? Ga je dan een groot platform bouwen, pakketkeuzes doen? En ik denk dat voor Composable dat een hele mooie uitkomst is. Is dat je weet, van nou, je bent fabrikant, dus je hebt al waarschijnlijk al wat systemen draaien. Je hebt al misschien wel wat legacy. Dus het is moeilijker om die stap te maken naar online. Maar niet met Composable, omdat je eigenlijk makkelijker gewoon dingen erin kan bijpluggen. Ja. Als je dat op de goede manier hebt ingericht. Dus daar heb je natuurlijk wel hulp bij nodig. Ja, en dan nog één overkoepelende vraag. Want we hebben het over veranderend consumentengedrag, veranderingen in de markt. Welke trends zien we daar op dit moment in? Wat is er aan het veranderen in het consumentengedrag waar je nu mee zou willen meebewegen als commerceaanbieder? Nou, ik denk dat je als commerceaanbieder klaar moet zijn om voor elke verandering klaar te zijn. Dus voor elke wijzigende consumentenvraag moet je daarvoor klaar zijn. En ik denk dat ook een beetje de crux is met een complex IT-landschap. Is ja, zorg maar eens dat je kan inspelen elke keer op die nieuwe vraagstukken die ontstaan en die constante verandering. Dus ja, je weet één ding zeker, er zal altijd een verandering zijn in iets wat je niet hebt voorzien. Zoals bijvoorbeeld een coronaperiode, die had nooit iemand voorzien. Ja, dan moet je daar natuurlijk wel met je webshop of met je winkel, met een online platform, moet je daar natuurlijk wel op kunnen inspelen. Ja, en is dat dan, Casper, is dat dan de grote win, zeg maar, die je uit Composable haalt? Dat je, als er dus inderdaad iets gebeurt wat je niet had zien aankomen, dat je sneller bent dan de concurrentie? Ja, ik denk het wel. En als je kijkt naar de laatste 12 jaar, en er zijn best wel veel bedrijven die hebben elke 3 jaar een nieuw e-commerce platform geselecteerd, zijn weer de hele cyclus ingegaan van het ontwikkelen van zo'n webshop, het publiceren, dan weer het verbeteren. En het is eigenlijk een soort herhaling wat plaatsvindt.
Maar als we naar de toekomst kijken, ja, dat is niet houdbaar. Het zijn extreme investeringen die je doet. Ja. Op basis van dezelfde data bijvoorbeeld. In principe is de data natuurlijk hetzelfde. Ik sluit me daar helemaal bij aan. Het composable component zorgt ervoor dat je als bedrijf zijnde niet het hele wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Maar ja, eigenlijk een setje nieuwe all-season bandjes eronder zet. Maar het komt er dus ook op neer dat je van dat hele replatforming verhaal dan. Want we hebben hier ook best wel veel over replatforming gepraat, hè, Pim? Ja. Daar kun je dus vanaf. Ja. Dat je iedere 3 jaar, nou wat was het, 2 ton moet uittrekken voor commerce platform. Minimaal, ja. Minimaal, zegt hij. Ja, nee, ja, soms nog wel meer natuurlijk. Ik denk wat Casper zegt, dat klopt absoluut. Als je nu zegt, ik wil die stap maken naar composable, dan ontkom je er natuurlijk niet aan om alsnog 1 keer te replatformen. Maar dat zou wel de laatste keer zijn. Ja. Dus je kan stap voor stap kun je overgaan van een applicatie die je nu hebt staan, een monolithische of wat dan ook voor applicatie, of gewoon een verouderd platform. En je kan gewoon die stap maken, eigenlijk wanneer je wil, en ook in het tempo dat je zelf wil. En dat is natuurlijk wel het grote voordeel van composable, is dat je zelf kan bepalen de snelheid waarin je het gaat doen. Dus je zegt van nou, ik hou mijn applicatie voor een groot deel nog even intact en ik ga bepaalde dingen uitfaceren en iets nieuws aan vastmaken. Dan kan dat. En op een gegeven moment ga je steeds verder over naar een soort composable oplossing. En ja. Ik denk dat dat een beetje de trend moet gaan zijn. Je wil die stap maken naar composable. Nou, doe dat dan. Dat kan je eigenlijk al heel snel doen. Maar je ontkomt er niet aan om toch nog wel 1 keer een grote replatforming te doen. Van bijvoorbeeld een e-commerce pakket wat je toch moet uitfaceren en naar iets nieuws moet. Of misschien wel een andere oplossing die je hebt staan. Ja. Maar het zal wel de laatste keer zijn, hopelijk. Ja, is dat voor jullie het algemene beeld? Dat er toch nog echt wel, voordat je deze stap kan gaan zetten, bij de meeste commerce bedrijven toch nog wel wat werk aan de winkel is? Jullie zien nog wel eens een klant. Dus, Ja, we spreken er wel regelmatig eentje. En ja. Het is de trend die ik zie is dat veel bedrijven investeren in het voorbereiden op die transitie. Dus zorg ervoor dat er goede aansluitingen zijn met je back-office. En dat die op een manier gemaakt zijn dat je de integraties kunt hergebruiken. Of dat je ze kunt herconfigureren naar een ander platform. En eigenlijk als je die, ja, wij zijn toch, Alumio is toch een beetje de engine. De schakel tussen de interne systemen of de systemen die een bedrijf gebruikt. En de commerce kant in dit geval. Als je dat ook goed voor elkaar hebt, dan is ook die transitie naar zo'n ander platform, wat je inderdaad of in een big bank kunt doen, maar je ziet het ook wel dat het stapsgewijs gaat, ja. Een stuk makkelijker gaat. Ja, is dat ook jouw indruk? Dat het uiteindelijk goed komt, maar dat je nu nog wel even... Ja, kijk, je moet natuurlijk wel, je moet erin wel geholpen worden. Dus je hebt wel natuurlijk stap voor stap hoe je die overgang moet gaan doen. Ik denk dat het grootste voordeel is als je dat helemaal zo, als je helemaal daarmee bezig bent, is dat je ook steeds meer mogelijkheden gaat zien van ook in je huidige webshop. Dus dingen die niet werken, die hoef je niet helemaal weer in de bron, in een grote applicatie op te zoeken en aan te passen. Of te zeggen, nou, het is nou eenmaal zo, want het zit in het pakket wat ik heb gekozen. Ja. Het grootste voordeel is dat je, als je composable bezig bent, dat je ook kan gaan denken, goh, ik zie dat mijn search niet goed converteert. Ik zou graag eens een keer een andere search willen hebben. Nou, dan ga je op zoek naar een goede search oplossing en die sluit je aan in je composable oplossing. En dan ga je daarmee experimenteren of dat beter wordt. Ja. En zo kan je dat eigenlijk doen voor al je oplossingen. Dat kan voor je productinformatiemanagement zijn. Dat zat eerst in jouw pakket misschien wel, e-commerce platform. En je wil gewoon naar een los PIM-systeem waarin je dat kwijt kan. Of je payments provider. Je wil af van je huidige payment provider, want je betaalt nu in 1 keer zulke hoge marges. Je gaat overstappen naar een ander. Ja, dan kan dat veel makkelijker dan wanneer je dat eerst helemaal door je hele applicatie heen moest gaan zoeken. Ja. Dus je bent heel anders aan het denken eigenlijk vanuit de business. Nou, om even bij de garage metafoor te blijven. Je verkiest er eigenlijk voor om dingen te vervangen in plaats van ze te repareren. Ja. Zoals dat tegenwoordig bij je auto ook altijd, gaat. Hij werkt altijd, hè, de garage metafoor. Ja, dat is een hele goede. Dankjewel, die gaan we vaker gebruiken. Hey, we duiken er even wat gedetailleerder in, want we hebben het heel vaak over het ontkoppelen van landschappen hier. We hebben natuurlijk vorig jaar het heel vaak over API management en dat soort zaken gehad. Mm-hmm. Het ontrafelen van je e-commerce landschap, daar heb ik je ook wel eens op betrapt dat je die term gebruikt. Mm-hmm. Ik heb daar een plaatje van. Want dan zien we even ook wat jij bedoelt met de monolith versus de microservices. Hè, eigenlijk.
Ja, de monolith is eigenlijk gewoon één applicatie waar alles in zit. Om het zo even plat te zeggen. Dat laat je dadelijk goed zien. Dus alles zit daarin. En het zijn geen losse systemen. Het is vaak gewoon iets wat er vooral maatwerk bijgebouwd is. En steeds weer extra. Ja. Waardoor je nieuwe code schrijft, toevoegt en live zet. Ja, en als het stuk is, dan is het stuk. Ja, en moet je eerst gaan zoeken waar het stuk is. Ja. En op welk niveau. En hoe door de applicatie heen dat probleem zich voordoet. Ja. Dus het maakt het complexer in dit geval. Ja, en dan met microservices kom je snel aan bij de MAG-architectuur. En daar hebben we een animatie over. Ja, die begon met headless. Laten we beginnen met headless. Heeft iemand het nog over headless in commerce? Is dat nog een ding? Zeker. Ja, nog steeds eigenlijk. Alleen het is best wel een tijd geleden begonnen natuurlijk. Headless niet zeker in e-commerce, maar vooral ook in andere applicaties. Eigenlijk de hele front-end revolutie die gaande was. Je wil alles laten zien op alle devices. En dat is eigenlijk de start geweest, denk ik, van het ontkoppelen van je back-end en je front-end. Om het zo even te noemen. Ja. Het tweede wat je zag was echt de MAG variant. Nou, MAG, daar zit headless ook in. Maar microservices, API first, cloud en headless. Dat is eigenlijk de afkorting daarvan. Ja, eigenlijk is dat wat ik al eerder zei, is de technische as, zoals ik hem zie, binnen composable commerce. Met als uiteindelijk doel, Casper, om dus eigenlijk uit ieder stukje techniek wat je hebt, dat stukje te halen wat je op dat moment voor die klantreis nodig hebt. Het is echt de MAG is de technische driver van, om zo maar even te zeggen, van een componentje wat je beschikbaar stelt. Het principe erachter. En dan lanceerde Gartner ook nog de term Packaged Business Capability, PBC. Dat was voor mij een nieuwe. Maar dat is eigenlijk, dat is dat. Dus een Packaged Business Capability, een PBC, is een stukje functionaliteit wat je overal kan hergebruiken. En wat, zoals ik het begrijp, ook bestaat soms uit meerdere microservices weer. Het kan MAG zijn, het hoeft niet per se natuurlijk. Het kan ook een monolith aan zich zijn. Maar het idee is inderdaad dat je, als je kijkt naar de paraplu-term composable commerce en je hebt een reeks met PBC's. Ja, het was voor mij ook een nieuwe term. Was nog net niet afgehakt, maar het is heb je eigenlijk die componenten die invulling geven aan de eindgebruiker, maar ook aan de businesskant. En daar dus mee ook die technische as. Ja, om het even uit te leggen, ik heb een plaatje meegenomen uit die paper van Gartner waar we het steeds over hebben. Dus ja, wat je hier eigenlijk ziet, is je hebt nog steeds je monolithische platform. Daar pik je stukjes uit. Kun je dat aanvullen, Pim, wat je dan daarna doet? Ja, je pikt ze uit en je zoekt eigenlijk welke business oplossing het voor je kan, welke business uitdaging het voor je kan oplossen. Het kan bijvoorbeeld zijn een winkelwagen en een bestelling. Je wil dat je winkelwagen en je bestelstraat dat die optimaal functioneren. Dat kan nu niet binnen de huidige oplossing, dus je haalt ze eruit en eigenlijk pak je die samen. Dat zijn dan microservices, hè, dus een microservice winkelwagen en een microservice van je bestelstraat. En die pak je samen en die noem je dan bijvoorbeeld de checkout PBC. Dus heel erg, je wil gewoon dat jouw klanten de beste checkout hebben die er maar is. En daarvoor heb je een aantal microservices nodig die je optimaal kan inzetten. En waar je ook de juiste pakketten voor selecteert of een betere tool voor selecteert. Misschien wel iets met extra aanvullingen binnen die checkout, waardoor het nog beter wordt. En dat is waarvoor je dan kan kiezen. Dus je kiest juist het allerbeste, de best of breeds, wat ik al een keer gezegd. De allerbeste oplossing voor dat stukje, waardoor die klantreis het meest optimaal is. Ja, leg dat nog één keer uit, het verschil tussen best of breed en best of suite. De best of suite is interessant, het is ook natuurlijk ook een term om zaken begrijpelijk te maken, dus marketing. Maar best of suite is wat mij betreft een oplossing die je aanschaft waar alle kerncomponenten in zitten die je nodig hebt om je business te kunnen doen. Een best of breed is een selectie van verschillende systemen, van verschillende vendoren, om invulling te geven aan jouw businessdoelen. Wat je voorheen vaak zag is, je koos echt een pakket. Hè, wel overwogen, één pakket kiezen. Alleen wist je eigenlijk al dat er in dat pakket functies zaten die je niet ging gebruiken, omdat het gewoon zo compleet was. Maar ook wist je al dat er functies in zaten die er tekort kwam.
Dus je was eigenlijk altijd aan het nadenken van, ja, oké, wat ga ik er aan bijbouwen? Wat ga ik er van afhalen? Wat ga ik wel niet gebruiken? En met Best of Breed hoeft dat niet, want je kiest gewoon wat je nodig hebt. En dat is eigenlijk waar Alumio dan zit. Tussen al die verschillende oplossingjes, al die PBC's, losse apps, je originele e-commerce platform, daar zit jullie platform tussen. En ja, nou, wat ik misschien leuk om daar nog even op in te haken. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld een EAP-systeem. Veel EAP-systeems hebben een mogelijkheid om producten aan te maken. Maar die producten kun je niet verrijken met informatie die relevant is voor de eindgebruiker op jouw shop. Dus er zit een gat tussen hetgene wat je kunt in zo'n platform en hetgene wat de eindgebruiker wil zien op de webshop. Daarom zie je een transitie richting een PIM. Nou ja, die data wordt wel aangemaakt in het EAP, want iemand koopt de producten in. Daar worden ze aangemaakt. Nou, Alumio transporteert dat naar een PIM. Daar wordt het verrijkt voor de eindgebruiker op de webshop. En vanuit de PIM wordt het weer via Alumio naar de shop geserveerd. Nou, dat zijn allemaal flows die dus inderdaad invulling geven op die best of breed behoeften. Ja. Waardoor je niet langer een EAP hoeft te misbruiken voor iets waar het niet geschikt voor is. Nee, wat we tot nu toe eigenlijk wel veel deden, voordat we naar Composable gingen nadenken. Ja, dit is een lange reis naar wat we nu kennen als Composable Commerce. Ja. Ja, over die lange reis, want wij hebben natuurlijk ook vorig jaar veel over API-management gehad. Ja. Kun jij die twee termen voor mij aan elkaar koppelen, API-management en Composable Commerce? Eigenlijk zijn ze verschillend van elkaar. Dus Composable is heel erg API-integratievraagstuk. En API-management, dat zit heel erg in de microservices en in de technologie. Eigenlijk is dat het grootste verschil tussen die twee. Dus API-integratievraagstuk van Composable is toch vaak, je hebt ingekochte pakketten of toolings en die wil je integreren. En het API-management stuk is heel erg over welke data ga ik waar naartoe sturen, wat heb ik daarvoor nodig, wat kan ik er nog meer van gebruiken, wat kan ik weer aan andere systemen daarmee verrijken. Dus dat is eigenlijk veel meer complexer en technischer vraagstuk dan het Composable API-integratie vraagstuk. Ja, en ook wel een vraagstuk waarbij je soms toch ook nog wel iets van maatwerk moet doen. Ja, eigenlijk altijd wel. Ja. En dat is natuurlijk, kijk, jullie zitten natuurlijk niet voor niks naast elkaar, hè, hier. Want kijk, wat Enrise natuurlijk doet, is dat stukje maatwerk om te zorgen dat je het kan integreren. Ja. En wat Alumio dan doet, is zorgen dat ook de data geautomatiseerd. Wij maken er dankbaar gebruik van. Ja. Ja. Dus samen maken we die PBC's en de API-integraties. Terug naar de belangrijkste voordelen daarvan. Want dan heb je dus je systemen aangepast, uit elkaar gepeld of niet, van een API voorzien. Alumio zorgt dat de data van links naar rechts en naar boven en naar onder gaat, geautomatiseerd. En als ik het dan goed begrepen heb, dan zijn dus de belangrijkste winsten die je daarmee haalt, zijn het kunnen snel en met minder kosten kunnen veranderen. Mm-hmm. Ja. En het wendbaarder zijn en je klanten beter bedienen uiteindelijk. Niet mooier kunnen samenvatten. Ja, jullie hebben het gezegd, ik vat het alleen niet zo. Dus Composable Commerce betekent dat je je nooit meer afhankelijk maakt van één monolithisch stuk software. Dat je minder maatwerk bouwt, dat je je kunt concentreren op het bouwen van perfecte klantreizen. Ja, Casper, Pim, yes, dankjewel. Yes. En zo meteen zijn we terug met Steven Vries en Reza Vinkers van Alumio. En gaan we het hebben over hoe je zorgt dat je klaar bent voor Composable Commerce. En als je nou wil verder praten met een van de slimme mensen of alle slimme mensen die hier aan tafel zaten over Composable Commerce. Nou, dat kan heel makkelijk. Dan ga je naar enrise.com en dan stuur ons even een mail. Natuurlijk, in zo'n animatie ziet het er makkelijk uit. Hè? Je pelt die monoliet uit elkaar en dan hang je je PIM eraan en dan een headless webshopje erboven, integratielaagje. Maar in de praktijk is het nog best wel een reis. En om samen met mij door die reis heen te praten, heb ik hier aan tafel Reza Vinkers, Channel Development Manager Benelux bij Alumio. Super dat jij er bent. En Steven de Vries, software architect bij Enrise. Nou, ook een bekende gast in de studio. En de vraag die we nu eigenlijk stellen met z'n drieën is, hoe zorg je nou dat je klaar bent voor Composable Commerce?
met een goede strategie en een goed plan. Ja, dat is een beetje een consultants antwoord, maar ja. ik snap hem wel. De vraag is natuurlijk, wat staat er in zo'n strategie? Wat moet je weten over jezelf, over je bedrijf, over je klanten, voordat je kunt beginnen aan Composable Commerce? Nou, voordat je Composable Commerce eigenlijk ingericht, moet je wel weten wat je generieke doelen zijn. Vanuit klantperspectief, vanuit systeem, architect, et cetera. Dus het begint vaak ook heel goed met een goed strategie, een goed plan. En de doelen die je eigenlijk voor ogen hebt. Dus daar begint het goed mee. Nou, spreek jij ook nog wel eens een klant? wat zijn bepaalde specifieke doelen die je hoort eigenlijk bij klanten? Waarom ze naar Composable of naar, ook als ze de term niet gebruiken, naar een flexibeler ontkoppeld landschap willen? Nou, vaak zie je dat ze flink wat ambitie hebben, groeiambitie. Of juist de andere kant, kostenbesparing. Ze hebben een groot IT-landschap. En ja, dat werkt wel enigszins. Het doet nu wat het moet doen. Maar eigenlijk willen ze meer dan dat ze eruit kunnen halen. Dan zijn ze aan de stoeien met de IT-afdeling van jongens, ze willen meer groeien, marketing wil van alles. Maar ja, ondertussen hebben we ook een zaak draaiende te houden. Dus de vraag, hoe gaan we nou starten? Moet alles in één keer? Kunnen we dat een stuk hakken of niet? Waar beginnen we eigenlijk? Dat soort vragen komen dan naar voren. Dus genoeg ambitie, maar nog geen plan. Ja, en nou ja, probeer de vraag eens te beantwoorden. Waar begin jij dan als je bij zo'n klant binnenkomt? Eigenlijk gaan we kijken waar kunnen we nou het makkelijkste, de beste business case van maken. Waar kunnen we nou het snelste waarde toevoegen? Vaak zie je dat we starten met flexibel maken van je landschap. En dan gaan kijken, nou, welke tool, welke middel gaan we nou echt vervangen om te zorgen dat jij meer uit je platform kan halen. Ja, Reza, is dat dan inderdaad vaak gedreven door kosten? Of kom je ook klanten tegen die het gevoel hebben dat ze worden ingehaald, bijvoorbeeld door concurrentie? Ik denk weer even aan die 80% van Gartner. Ja, je zal maar net bij de andere helft van de wereld horen die wat langzamer is. Zijn dat problemen die jij ook tegenkomt? Ja, die problemen hoor ik vaak, maar vanuit verschillende optiek eigenlijk. De een wil bijvoorbeeld operationele kosten verlagen. De ander wil bepaalde continuïteit kunnen borgen, omdat ja, het is lastig om bepaalde skillsets of expertise te vinden. Maar ze willen wel dat hun business blijft doorontwikkelen. Dus er zijn eigenlijk heel veel vragen, maar ze proberen allemaal, de gedeelde noemer eigenlijk is het een soort future-proof omgeving te genereren waar zij het wel op voort kunnen bouwen. En ja, dat is wel eigenlijk wat ik vaak hoor. Ja, dus weer de cost of change, de flexibeler naar de markt, ja. Meer uit je data halen ook. Is dat ook een belangrijk iets? Je ziet wel voorbij komen dat ze soms ook niet weten waar alle data staat. Oké, okay. Dat is ook wel een goede. Ja, we hebben een webshop, we hebben een CRM-systeem. Klanten kunnen inloggen. Waar komen eigenlijk die gegevens vandaan? Waar staat de werkelijke golden record, zeggen ze wel eens. Waar staan de werkelijke gegevens die we gebruiken en moeten gebruiken? Dus het helpt ons ook gewoon om te analyseren. Wat heb je nou werkelijk staan? Hoe gebruik je dat? En haal je er wel het maximale uit? Ja, ik ga er even een slide bij halen die we volgens mij al eerder gezien hebben. Dat is die animatie die we net zagen, die het allemaal heel soepel. Maar ja, met een muziekje erachter gaat alles soepel natuurlijk. Maar jij gaat door deze reis met klanten. En jij ook, Reza. Jullie zitten in deze trajecten. Mm-hmm. En dan hoorden we natuurlijk net ook al van, ja, je hoeft niet alles in één keer te doen. Je kunt rustig gaan beginnen. Kun je ons er doorheen praten? Zeker. Dit is een mooi voorbeeld van wat ik tegenkom. Vaak is er al een pakket gekozen die ze gebruiken voor alles en nog wat. Ze hebben een extern systeem, zoals een ERP en een WMS, dat is een warehouse management system. Dank je. Ja, die had ik even niet, die afkorting. Dankjewel. Nou, de eerste stap die we doen is zorgen dat je een stuk flexibeler wordt. Er komt een laag tussen te zitten, dat is de volgende slide. IPA's noemen we dat, zoals een Allumio, die ervoor zorgt dat data van het ene systeem naar het andere systeem gestuurd wordt. En dat biedt jou eigenlijk de kans om flexibeler om te gaan met stukken, brokken functionaliteit. Bijvoorbeeld de PIM van je softwarepakket. Als je naar de volgende slide gaat, kan je bijvoorbeeld zien dat je die gaat verplaatsen, net als een CRM. Je ziet ze stuk voor stuk, kun je dan gaan kiezen welk blokje gaan we verhuizen en waarom. En per blokje moet je dan gaan nadenken van, nou, is dit nou de business case die we gaan maken en hier gaan we starten. Maar je hebt nu de flexibiliteit om zaken eruit te gaan halen. En dan kan ik nog een stap verder gaan. Dan kan je bijvoorbeeld ook je corporate website los gaan zetten, echt ook headless. En ga je nog een stap verder, dan zet je ook je webshop zelf headless. En dan kun je nog een stap verder gaan door bijvoorbeeld ook de search oplossing in je webshop los te gaan neerzetten. En dus zo heb je allemaal mogelijkheden, zodra je IT-landschap wat flexibeler maakt. Dus dan kan je gaan kiezen, nou, waar gaan we starten en waar kunnen we de meeste waarde uithalen. Maar voor een heel groot deel van het traject, zelfs nu we naar deze slide kijken,
staat je e-commerce pakket staat er dus nog gewoon. Dus begrijp ik het nou goed, en ze vragen jullie allebei, dat er straks gewoon e-commerce landschappen zijn, of commerce landschappen, waarin een e-commerce pakket draait wat ja, voor 10-20% nog gebruikt wordt en de rest is legacy? Ja, ik wel. Je ziet steeds meer dat het naar een gepersonaliseerde klantreis gaat, of customer journey. Dus het is eigenlijk ook vanuit integratie moet je kijken van welke is de must-haves en wat zijn nice-to-haves. En ja, en daarom kan je eigenlijk een hele traject opplotten en een groei. Maar de basiselementen, die staan en die kan je optimaliseren en verbeteren. Maar nou kan ik me voorstellen dat er nu ook developers kijken en denken, ja maar wacht even. Ik heb mijn halve carrière doorgebracht in dit e-commerce pakket. En nu moet ik ineens driekwart daarvan overboord gooien en vervangen door een SaaS-appje wat ik ergens heb aangeschaft. Of een heleboel dingen mag je ook niet meer zelf bouwen. Want ik hoor jullie ook altijd zeggen van ja, je bouwt het alleen als het echt nog niet bestaat, als het echt uniek is. Ik kan me voorstellen dat dat ook, en dat is dan denk ik een vraag aan jou, binnen organisaties best wel een mindset verandering is. Absoluut, absoluut. Ja, als je vanuit een developer perspectief kijkt, we mogen graag custom code maken, nieuwe applicaties. Maar als je eigenlijk kijkt naar de low-code aspect, dat je eigenlijk meer tijd en optimalisaties kan doorvoeren door meer op strategisch niveau te gaan denken en dat bepaalde processen gestructureerd en geautomatiseerd kan worden, dat is een hele fijne manier van werken. Maar het heeft wel wat mindset nodig van een andere manier van Steven. Ja, joh, zeker. En als ik even vanuit het development ook kijk van, je gaat maatwerk nu bouwen specifiek voor de business, in plaats van een standaard pakket deels na te bouwen in je eigen code. Ja, we zien zoveel mooie ontwikkelingen in de markt, dat willen wij ook, dus we bouwen het er ook maar zelf bovenop. Nu krijg je de kans om pakketten vanuit de markt in te zetten, dus meer te integreren. En jouw maatwerk is dan specifiek voor jouw business gericht. Ja, dus wacht even, als ik dan developer ben of ik ben technisch bezig, dan moet ik ook ineens veel meer gaan samenwerken met de business. Is dat wat ik hoor? Dat is zeker een onderdeel ervan. Ja, dat is een hele goede. Ja, dat klopt. Ja, dit gaat wrijving geven, jongens, in de organisaties, toch? Want het is echt een hele andere manier van denken. Ja, ik denk wel dat als je met een goede planning en ook met goede strategie, maar altijd met een transparante communicatie naar verschillende afdelingen blijft communiceren. Het zal misschien wel wat lastig zijn, maar als je eenmaal het gezamenlijke doel voor ogen hebt en uiteindelijk de klant die daarbij gebaat is in zijn reis of het gebruik ervan, heeft het alleen maar zijn voordelen. Ja, want dat is wat er eigenlijk gebeurt hè, nu. We gaan met Composable, we doen het technisch doen we het anders, maar we gaan ook eindelijk, want we hebben het volgens mij al 15 jaar over klantcentrische IT, maar daar gaan we eindelijk nu echt de stap naartoe zetten. Nou, je moet wel samenwerken. Ja. Zelfs als marketing en IT. Ja. Vaak krijgt de IT via de wensen vanuit marketing binnen. Maar nu gaan ze echt aan tafel zitten. Ja. En ik kan me voorstellen dat je dan dus ook als IT'er, maar ook als marketeer en als business medewerker ook nieuwe dingen moet weten en kunnen. Ja, ik denk dat je wel een andere visie moet hebben over je skillset. En hoe je de mensen kan actief inzetten in bepaalde integraties of doelstellingen. Maar dat is een dynamisch iets. Daar moet je wel naar kijken vanuit marketing, techniek, maar ook vanuit de klant. En als je het dan hebt specifiek over nieuwe vaardigheden leren, wat is dan voor jouw gevoel het verlanglijstje binnen zo'n organisatie? Wat moeten mensen kunnen? Dat is een hele lastige vraag, maar je moet wel meer naar een soort T-shaped omgeving gaan kijken. Dat je ook vanuit techniek de business aspecten goed begrijpt. Van wat wil je eigenlijk bewerkstelligen? Dus van de architectonische kant, maar ook vanuit de developer kant. Ik vind dat een beetje lastig antwoord om daar te zeggen. Maar het is wel een nieuwe skillset die dynamisch steeds in ontwikkeling is. Dit kun je ook soepel in stappen oppakken. Ik kan me voorstellen dat je ook niet meteen je hele development organisatie omgooit. Ik kan me niet voorstellen dat jij bij een klant binnenkomt, laat het zo zeggen, we kennen elkaar een tijdje, dat je zegt, nou, jullie doen het helemaal fout. Nee, natuurlijk doe je dat stapsgewijs. Ja. Wat ik vooral wil meegeven is, denk voordat je doet. En doe ik geen zaken omdat het hoort te zijn. Net zoals Composable Commerce, betekent niet, doe alles in één keer. Hebben we niet per se voor Big Bang, maar je hoeft niet per se alles los te gaan trekken in een ander systeem. Kijk vooral waar zitten de knelpunten voor je, waar kun je meer waarde uithalen. Maak er eerst een plan voor, een strategie, neem de afdeling daarin mee. Kennis dat je niet in huis hebt, zorg ervoor dat je in huis haalt. En maak een plan en vervolgens ga je die stapsgewijs doorvoeren.
Ja, dat vind ik even interessant. Daar blijf ik even op haken. Want haal kennis in huis. Wat is dan voor jouw gevoel de kennis, of voor jullie gevoel de kennis die bedrijven nu missen om de stap naar composable te kunnen zetten? Wat ontbreekt daar aan technische en business kennis? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat goede partner, die, of althans iemand om je heen die goed van advies kan voorzien. Kijk van alle de voor's en tegens, vanuit het doel, vanuit de middelen en de techniek. En ik denk als je een goed team van verschillende skills intern of extern aanpakt, dan heb je een heel mooi raamwerk om daarop te gaan bouwen. Dus samenwerken is echt wel kracht tot groei hierin, vind ik. Ja, ik kan alleen maar bevestigen. Mijn laatste vraag, en het is mijn favoriete vraag altijd bij dit soort dingen. Want je stapt in dit project, je zegt wij gaan composen, maar we willen dit. We hebben een visie, we hebben een plan. Maar er komt altijd een moment ergens langs de weg dat je denkt, ik wou dat we dit anders hadden aangepakt. Dus van jullie wil ik gewoon weten, wat zijn nou concrete valkuilen waar mensen instappen bij Composable? En als ze nu dit gezien hebben, dan stappen ze daar in ieder geval niet meer in. Wat is jullie top 3? Ik kan met een voorbeeld starten. Het gebeurt nu wel eens, vooral vanuit de marketinggroep komt dat wel eens, van die bekijken de concurrenten. Waarom wijs je nou op mij? Maar ze zien bijvoorbeeld daar een heel mooi product en denken, nou, dat moeten wij ook hebben. Dus er wordt een plan van gemaakt, daar komen de voordelen uit en dit moeten we gewoon gaan doen. Maar zonder werkelijk concreet door te gaan denken wat dat betekent, wordt er al eerst gedaan voordat er nagedacht wordt. En er staat plotseling een product wat een beetje half werkt. Ja, voor de klant is het misschien perfect, maar ondertussen is de back-office 2 keer zo hard bezig om dezelfde orders te verwerken, ik noem maar wat. Dus we zien vaak dat soms er te snel geacteerd wordt en te weinig nagedacht. En soms ontbreekt de kennis ook gewoon. En dat is oké. Maar zorg er dan voor dat je de kennis om tafel krijgt. En ik ben het helemaal eens dat het facet testen heel erg belangrijk is in het hele traject. Om eigenlijk goed te meten, zitten we nog wel op de goede weg? Is de klant nog in de goede weg? En is de integratie ook daadwerkelijk datgene wat we willen? Ik ben altijd adviseur naar minimal viable product, om maar zo maar te zeggen. Ja. En dan door testen, samenwerking, goed overleg en ook altijd reflecteren van wat goed gaat en wat niet goed gaat, daarin en verder te bouwen. Dus dat is wel iets wat ik vaak zie of hoor, waar mensen vaak wel eens in de valkuil vallen. En is het testen van een MVP of een commerce module of product ook echt anders als het composable is opgezet? Ik denk het wel. Als je naar de verschillende componenten kijkt die misschien allemaal weer een andere systematiek hebben, andere integratie of verschillende complexiteit met zich meebrengt, ja, dat kan dat wel lastig zijn. En daar moet je wel goed over nadenken met welke skillsets en welke prioriteit en volgorde je dat wil gaan doen. Ja, ik kan alleen maar knikken. Nou, als je alleen maar kon knikken, dan zat je hier niet. Nou, ik heb ook nog een valkuil voor jullie. Want wat je natuurlijk vaak ziet is dat mensen denken, dit is best, dit wil ik. En dan op een gegeven moment dat er toch ook weerstand komt, omdat je toch schrikt van, wat hebben we ons op de hals gehaald. Is dat ook iets voor jullie meemaken? Dat er halverwege het project de hakken in het zand gaan en dat het eindigt met een soort half composable verhaal? Ik moet zeggen, zodra er een plan en strategie staat, zie je dat minder gebeuren. Als mensen half over kop gaan starten, door diverse redenen, bijvoorbeeld techniek, het pakket, dat is end of life, ik noem maar wat, of hebben maatwerk en er is zoveel onderhoud, we moeten iets doen, links of rechtsom. Maar als er een plan ligt, is die kans vele malen kleiner. Is het ook jouw ervaring? Ja, absoluut mee eens. Vooral ook dat je duidelijke meetmomenten met elkaar hebt van klopt het in het project. Maar absoluut mee eens. Oké, dus meten, testen, niet alles tegelijk. De juiste kennis, stap voor stap. Ik heb hem. Dankjewel. Dus meten, zeiden we, testen, niet alles tegelijk willen doen. De juiste kennis in huis halen. Investeer in je team. Werk goed samen. Doe het in stapjes. Ja, ik vat het even samen. En dan ben je dus echt op weg om je monoliet uit te pakken. Te vervangen door een landschap dat echt meegroeit met je business en je klanten. Reza, Steven, super bedankt. Jij bedankt voor het kijken. Dit was het webinar Composable Commerce, de nieuwe standaard in e-commerce. En je weet het, als je verder wilt praten over Composable Commerce met een van de slimme mensen hier aan tafel,
Ga naar nrise.com, stuur ons een mail, maak een afspraak en dan spreken we je graag. Dankjewel.